Nou, een hele goede morgen. En vandaag heb ik voor jullie sociale titel kunnen zien weer een What I Eat in a Day. En als het goed is, eet ik vandaag gewoon compleet vega. Dus dat ga ik vandaag jullie laten zien. Wat het dan, wat ik dan eet. En dat is iets wat ik vandaag voor het eerst ga proberen. Dus daar krijg je dan ook gelijk voor mij een eerlijke reactie op. Maar goed, ik ga vandaag mijn ontbijt, mijn tussendoortjes, mijn lunch. Mijn avondeten en eventueel avondsnacks nog filmen. En daarna eindig ik de video. Maar in ieder geval, heel veel kijkplezier. En ik ga jullie nu mijn ontbijt laten zien. Oké. Ik ga een boterham maken. Even kijken, maar ik weet nog niet zo goed wat ik op wil doen. Want dat is mijn beste boterham. Die moet ik zelf gemaakt. Ik denk dat ik er boter en maïshagel op ga doen. Of boter en vruchthagel. Maar ik ben laatst echt wel van de boter. Ik weet niet. Ik vind pindakaas soms dus lekker. En chocopasta en zo ook. Maar dat is dan ook het enige beleg wat ik nog echt kan eten. Wat ik echt lekker vind. Want smeerworst vond ik altijd wel lekker. Maar mag ik niet meer eten. En daar houdt het bij mij een beetje mee op. Want ik hou niet zo heel erg verder van zoetbeleg. Dus we gaan boter erop doen. Ik ga het even pakken. Boter en haagslag. Deze. Doen jullie veel boter op jullie brood? Want ik hou er wel van. Maar ik kan bijvoorbeeld weer geen boter onder vleeswaren of chocopasta of pindakaas of zo eten. Dat deed ik vroeger wel, maar ik vind het zo vies. Trouwens, als jullie geluiden vanuit de woonkamer horen, dat kan kloppen, want mijn moeder zit een serie te kijken met mijn broertje. Dus, dat eigenlijk. Ik ga het even afsmeren. En dan pak ik even mijn sojadrink. En ik heb geen Alpro meer, dus ik gebruik nu een eigen merk. Wat wel oké is. Het is niet mijn favoriet, maar je hebt de gezoete en ongezoete versie. Ik heb de ongezoete versie, wat echt wel naar niks smaakt. Maar we doen het voor een goed doel. Het is beter dan al die suiker. Even dit allemaal uit. Oké, dit is deze van Jumbo. Het is gewoon soja drink zonder suiker, zoals ik al zei. Maar ik ben ervan overtuigd dat je dit niet zo kan drinken, eigenlijk. Maar we doen het wel, omdat het smaakt gewoon alsof je het in eten moet doen voordat je het kan drinken. Het smaakt niet zo bijzonder. Dit is dan mijn ontbijt.
een boterham met binnenkaas en hartslag maak, maar ik heb toch nog een beetje trek. En dan maak ik hem gewoon dubbel. Hey, ik wilde even iets zeggen over mijn vleesvervanger. Ja, eigenlijk, het is gewoon puur groente, zover ik weet. Ik heb niet echt heel erg specifiek naar de ingrediënten gekeken, omdat ik in de winkel had gezien dat het echt basis op groente was. Maar het smaakte naar soja. En volgens mij zat dat er niet in. Maar het smaakte ook niet naar tofu. En als dat erin zou zitten, zou ik nooit van mijn leven tofu meer eten, want het was echt het meest vieze. Nou nee, het was het één na vieste wat ik qua vleesvervangers tot nu toe heb gegeten. En ik vind het zo raar, want het is zo duur. En het is gewoon, ik ben het ene keer nooit meer een Jumbo eigen merk vleesvervanger. Want die zijn echt tegen goor. Want de vorige keer dat ik een Jumbo eigen merk vleesvervanger haalde, was die ook echt mokertje vies. Dus ik kan je deze groenteburgers niet echt aanraden. Want ik vind ze zelf niet lekker. Mocht je ze wel lekker vinden, helemaal jouw ding. Maar ik vind het voor 2,75 voor twee burgers van een Jumbo eigenmerk echt heel erg duur. En het was niet eens lekker. Dat ik denk, jongens, waarom? Dus ik zou het jullie niet aanraden. Dus daarom heb ik nog crackers als extra avondeten gegeten. Want ja, op alleen aardappels en bloemkool kan je niet echt tot aan morgenochtend mee leven. Mijn kat zit er, sorry. Dus dat eigenlijk. En voor de rest, ja, zelfs mijn Vivera nepkip schnitzels zijn nog goedkoper dan deze groenteburgers. En die zijn nog veel lekkerder dan dat ik echt denk, waarom? Maar echt waarom? Laat eventjes weten als jullie vaker reviews van mijn van vleesvervangers willen zien. Over dingen die ik getest heb. Over dingen die ik juist heel lekker vind. Laat ik even weten of dat je meer video's wil zien over vegetariër door het leven gaan, zeg maar. Als je meer video's wil zien over mijn vega lifestyle, moet je dat even laten weten. En dus ook even laten weten of dat je dan ook veel meer wat hij eet in de days wilt met vega eten. Want zoals jullie weten, ik ben nog geen officieel vegetariër, want ik eet af en toe nog gewoon vlees. Dus ik denk dat ik mezelf een flexitariër ga noemen. En als ik echt aan toe ben om helemaal alles los te laten, want ik moet nu nog heel veel dingen ontdekken en zo, of dingen die ik lekker vind. En als het dan, ja, dus daar moet ik nog een beetje mezelf over inlezen en over uitproberen. En hopelijk word ik dan ooit echt helemaal fulltime vegetariër. En voor nu hou ik het even op flexitariër, want als ik zin heb in vlees, eet ik gewoon vlees. Als ik, hè? Dus hangt er een beetje vanaf hoe en wat, zeg maar. Dus ik heb vandaag zo'n lekker stukje vlees laten voorbij schieten voor een groenteburger. En ik ben echt zo sad. Ja, oh, maar ja. Ja, mijn ouders aten vandaag kip. En dat is echt mijn favoriete stuk vlees, als je maar langer volgt. En ik kon het niet eten. Ja, ik mocht het wel eten, in principe. Ik mocht het eten, maar voor mezelf mocht ik het niet eten. Dus, ja. Ik ben een beetje teleurgesteld, Jumbo. Waarom? Maar oprecht, waarom? Oké. Maar ik zie jullie later nog bij mijn laatste avondsnack. Tot later. Voor de mensen die nog steeds niet mijn uploaddagen in het systeem hebben. Ik weet dat het even een tijdje vanwege december anders is geweest. Maar in principe upload ik niet op zondag. Behalve twee keer in de maand voor mijn mukbang en voor mijn weekvlog. Mijn weekvlog komt dit jaar, komt deze maand niet. Want het is een beetje chaotisch geweest. Dus die komt pas in februari. Dus ik upload pas over 3 weken weer op zondag. Dus dan weet je dat. Ik upload eigenlijk alleen op dinsdag en donderdag. Dus hou alsjeblieft op met die vraag stellen wanneer. Maar had je vlog van zondag? Want dat vind ik heel irritant. Ik weet niet. Ik weet dat het heel lief bedoeld is waarschijnlijk. Maar ik vind het zo vervelend. Want dan voelt het net alsof je het niet, alsof ik niet gewaardeerd ben of zo. Dus alsjeblieft stop daarmee. Want ik vind het fucking irritant. Ik weet echt dat je, ik vind je lieve schat en alles. En waarschijnlijk vraag je dat omdat jullie waarschijnlijk boos zijn omdat er weer video's van mij verwijderd zijn. En dat snap ik. Want dat, hè, ik ben ook benieuwd wanneer dat weer gaat gebeuren eigenlijk. Misschien wel deze video. Maar alsjeblieft stop daarmee met vragen. Als er geen video online komt,
dan weet je dat waarschijnlijk door me op Instagram te volgen of plaats ik iets op YouTube, waardoor, hè, maar als er geen video komt, dan komt er geen video. En als er wel een video is geweest die offline is gehaald, dan hoor je dat in een andere video. Maar stop alsjeblieft met vragen van waar blijft je video, waar is dit, waar is dat? Want ik ben nog steeds de baas over mijn YouTube kanaal. En ik snap dat jullie mijn video's leuk vinden, want dat snap ik eigenlijk niet, want ik ben niet zo bijzonder. Maar oké, dus stop daarmee, want ik vind het heel, heel vervelend. Dus dat. Mijn laatste dingetje die ik vandaag ga verorberen. Ik krijg de video af en zie ik jullie graag donderdag met mijn nieuwe vlog. En dat was het. Doei!